Welkom op mijn kanaal en welkom in mijn badkamer. Vandaag lijkt het me leuk om jullie eens te laten zien wat ik zelf een van de belangrijkste dingen vind van het make-up artist zijn en van het ook gewoon zelfs doe je alleen make-up voor jezelf, wat ik persoonlijk een belangrijk ding vind. Hint, ik sta niet voor niks met een kwasten zwaaien. Namelijk het wassen van je kwasten. Ik heb het idee dat niet iedereen dat, ja weet je, het is niet alsof het van levensbelang is om je kwasten te wassen, maar ja, om te beginnen op make-up school leerden we het natuurlijk, omdat je, ja, het is gewoon niet hygiënisch om eerst op de ene persoon helemaal met make-up kwasten te gaan en diezelfde kwast ongewassen vervolgens op 5 andere mensen te gebruiken. Dat is niet zo heel hygiënisch, maar ook op jezelf, weet je, dan hoef je het natuurlijk niet naar iedere applicatie te wassen. Maar 1 keer in de week vind ik zelf wel zo prettig, gewoon zodat bijvoorbeeld, kijk, nou zit een poederkwast, maar, en poeder is poeder, obviously. En foundation kwast overigens, ja weet je wel, er zit toch crème producten in, vloeibaar producten in. En crème en vloeibaar, dat is gewoon een broedplaats voor bacteriën. Dus vandaar, weet je, 1 keer in de week schoonmaken vind ik gewoon belangrijk, zodat er gewoon geen onprettige micro-organismen in gaan leven. Want daar zit ik niet op te wachten op dat soort huisdieren. En ik merk echt gewoon aan mijn huid, sinds ik, en dat doe ik al jaren intussen, maar voordat ik dat deed had ik vaker, misschien ook omdat ik een tiener was, dat weet ik niet zeker hoeveel daarvan hormonaal was, maar ook vaker wel rode plekjes en alles op mijn huid. En ja, met het wassen van je kwasten kan dat ook gewoon veel minder worden, gewoon omdat je toch minder bacteriën op je huid verspreidt. Dus vandaar. Om te beginnen, ik gebruik altijd graag een stukje zeep. Dit is Uricura Balance. Je hoeft natuurlijk niet per se een zeep te gebruiken die zacht is voor de huid, want de kwasten zijn geen huid. Dit ding hier is de microfoon, trouwens mocht je dat afvragen. Het is een beetje lastig filmen zo, maar goed. Ik vind zelf die van Unicura heel fijn, wat ik het idee heb dat die echt, ja, ik heb wel eens nog goedkopere zeep geprobeerd. Maar ik had toch het idee dat dan, ja, bijvoorbeeld bij oogschaduwkwasten, ik probeer er even eentje te zoeken. Oogschaduwkwasten, dat bijvoorbeeld dat witte gewoon niet goed wit meer werd. Op het moment dat ik een goedkopere zeep gebruik, terwijl met deze zeep het wel goed wit wordt. Je kan dus iedere zeep gebruiken die je wil, maar test even uit welke, ja, voor jou gewoon de beste resultaten oplevert. Vanuit het perspectief van tijdbesparing en handigheid was ik graag meerdere kwasten in 1 keer. Ik categoriseer ze wel graag, dus grote kwasten, gelijk kleinere kwasten, kwasten voor crème producten enzovoort. Deze is niet voor crème producten, maar deze pakt product heel goed vast, dus die leg ik ook bij de categorie die extra goed geboend moet worden. Alweer voor de waterbesparing, ik zal het even uitleggen voordat ik werkelijk de kraan aanzet en een half uur moet wachten tot die eindelijk een keer warm is, dat is weer niet besparend. Ik stop het graag water in een plastic doosje, zodat doosje, de pakje, juist. Zodat ik niet de hele tijd de kraan aan heb en er weet ik veel hoeveel liter water wegplenst. Want dat is een beetje zonde, dus vandaar. En waar ik dan altijd mee begin is de kwasten inzepen. Dip ze soms een paar keer in het water, zodat er niet een hele zooi aan product in de kwast blijft zitten samen met de zeep. Het is trouwens wel een kwestie van als je water te vies wordt, uiteraard gewoon even het water vervangen. En daarna mogen we even wachten tot alle kwasten aan de beurt zijn geweest. Nog 1 tip trouwens, ik mezelf moet ik toegeven redelijk grof met het wassen van mijn kwasten, maar probeer echt alsof je in een oogschaduwpalet zit te draaien en niet er echt in te douwen zodat je de haren uit hun fatsoen duwt. Probeer ze een beetje in fatsoen te houden. Oké, dat gedeelte is dus klaar. Maak je nog niet druk om de beauty blenders, die methode namelijk wat je met kwasten wel kan doen, werkt niet bij de beauty blenders. Die moeten echt eventjes onder de kraan en dat zien jullie zo, want die zijn net even wat lastiger schoon te krijgen. Dit punt moet het water wel gewoon even aanblijven en dan gaan we ze allemaal uitspoelen. Wat ik eerst ga doen is de beautyblenders schoonmaken. Again, ik zal het even uitleg geven voor ik de kraan aanzet, want dan hoor je me waarschijnlijk niet meer. Wat ik altijd doe is eerst onder de kraan houden tot ze groot zijn, dan over de zeep heen rubben. Uitspoelen onder de kraan, weer rubben, uitspoelen en dat net zo lang houden tot er geen product meer uitkomt. Thank you.
Eén dingetje tussendoor. Je kan soms hebben dat het niet al het pigment maar uit de kwast komt als het een witte kwast is. Dat is op zich niet erg als die maar schoon is. En nog een kort dingetje door wat je soms met een foundation kwast kan hebben. Het is nu niet nodig, want nu wordt die toevallig wel in één keer schoon. Het kan zijn dat ze na één keer nog niet schoon zijn. Dan haal je ze gewoon nog even over de zeep heen en onder de kraan. En net als met de beauty blender net zo langer halen tot er geen product meer uitkomt. En uiteraard, als je niet in je eentje woont, is het wel zo vriendelijk om een aflopende pastafel weer even schoon te maken. Nog een belangrijk punt is, je wil kwasten zo ver mogelijk ondersteboven bewaren dat het water niet de huls in loopt. Want ten eerste drogen ze dan niet erg snel natuurlijk. Ten tweede, ook niet onbelangrijk, heb je dan gewoon echt het risico dat, again, de haren loslaten. Net als, vergat ik net eraan zou zeggen, als je ze onder water houdt, probeer ook echt gewoon hier zo te eindigen met in hoeverre je in het water dipt en niet helemaal tot aan metaal te gaan. Dus vandaar. Dus wat ik daarvoor graag doe is een handdoek oprollen. Gewoon oprollen tot je net genoeg overhoudt dat je de kwast erop kan leggen. Zodat net even het handvat van de kwast hoger zal liggen dan het harige gedeelte. Eén tip met kwasten die een speciale vorm hebben is zorg dat de vorm erin zit voor je hem laat drogen. Dus deze penselbrush die behoort natuurlijk een beetje een puntje te vormen. Is wel zo handig als je hem bijvoorbeeld niet compleet naar één kant gedouwd op laat drogen, want dan blijft hij die vorm jouwen. Gewoon een beetje voorzichtig in vorm duwen voordat je hem neerlegt. Nog een optioneel iets is feunen. Dat kan je doen als je je kwast echt heel snel droog wil hebben. Als ik, ja, weet je, mijn eigen privé kwasten doe ik dat eigenlijk bijna nooit bij. Mijn kwastenset die ik heb een aparte kwastenset die ik voor professioneel gebruik of andere mensen gebruik, doe ik het soms wel. Want als ik bijvoorbeeld ja, op zondag en op maandag een shoot heb, dan is er een kans, zeker in de winter, als het koud is in huis ook, dat die kwasten gewoon niet snel genoeg droog gaan zijn. Dan feun ik ze. Wat wel een tip is, is wees daar voorzichtig mee. Ik weet bijvoorbeeld bij Sigma's, die kunnen heel veel hitte aan. Maar je moet het zien als met zo'n beetje oefenhoofd, weet je wel, voor kapperschool en dat soort zaken. Sommige kunnen tegen hitte, sommige niet. En je wil er niet achter komen dat hij niet tegen hitte kan, doordat alle haren ineens één grote klomp vormen omdat hij gesmolten is. Of erger, een brand veroorzaken. Dat zou ook niet bijzonder handig zijn. Dus dat is een dingetje. Zorg dus dat je echt gewoon blijft voelen aan de kwast. Goed blijft kijken of de haren nog gewoon goed blijven. En als je merkt dat er iets vreemds gebeurt, gelijk op koude stand gaan met die föhn. En de föhn uiteraard niet al te dichtbij houden. Maar dat is even uitproberen met je eigen kwasten. Maar wees daar gewoon voorzichtig mee. En probeer ook altijd zo te föhnen bij een kwast als deze bijvoorbeeld. Dat je een beetje ook met de haren mee föhnt. Dat die uiteindelijk wel een mooie vorm opdroogt. En niet in deze vorm opdroogt. En dat was het dan voor vandaag. Deze belichting is trouwens echt gruwelijk van één kant keihard. Maar goed. Dit was het. Het hele filmpje over het wassen van de kwasten. Ik hoop dat ik alles onthouden heb wat ik wilde vertellen. Het is geen rocket science, maar er zijn toch wel wat dingetjes, wat tips en tricks die ik ook zelf heb moeten uitvinden. En die mijn kwasten ook best wel wat schade heeft gedaan in het verleden. Dus ja, vandaar. Hopelijk hebben jullie hier wat aan. En ja, nou, als je trouwens nog vragen hebt over het wassen van kwasten, mocht er iets niet duidelijk zijn. Stel, je bent een beginner met make-up en weet je, als je net met make-up kwasten begint te werken en alles, niks is een rare vraag. Oké, misschien kun je me daarin ongelijk bewijzen. In ieder geval, als je vragen hebt over het wassen van je make-up kwasten en het onderhouden van je make-up kwasten, kan je ze altijd stellen. Nog één tip trouwens. Deze bijvoorbeeld van Sigma nog wel. Die begint een beetje los te raken. Als metaal losraakt van het plastic of hout of waar het ook wel gemaakt is. Wat ik altijd doe is eraf. Een beetje lijmpistoollijm of bisonkit of wat dan ook wat goede lijm is erin. Erop rammen en laten drogen en dan doen ze het weer. Misschien handig om tussendoor te geven. Maar als je andere vragen hebt, kun je ze altijd stellen beneden in de commentaren. Ik vergeet altijd hoe dat in Nederlands heet, maar YouTube staat op Engels. Maar je snapt wat ik bedoel. Voor de rest, onder het filmpje kan je al mijn social media accounts en namen vinden, zoals altijd. Ik zou het superleuk vinden als je me zou volgen op Instagram. Daar deel ik het ook altijd als ik een filmpje post op mijn YouTube kanaal. Voor de rest, heel erg bedankt voor het kijken. Oh, als je dit filmpje leuk vond, klik dan trouwens op de like button. En als je wil, kan je ook wel abonneren op mijn kanaal. Dan kan je mijn make-up kwasten ook zien gebruiken. Joepie. En ja, dat was het voor vandaag. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!